Zo'n 3 jaar geleden nam ik met mijn piepstem mijn allereerste en eigenlijk ook laatste video op die over webdevelopment ging. Deze video was van erg slechte kwaliteit, dus heb ik deze al snel van het internet afgehaald. Verder heb ik ook niets meer aan webdevelopment gedaan. De laatste tijd verdiep ik me erg in webdevelopment en kwam ik zo'n jaar geleden bij de boekenserie van John Duckett, die veel van jullie misschien al kennen. Ik heb beide boeken besteld en stond versteld van de goede uitleg en de mooie vormgegeven pagina's. Ik vond het erg zonde dat ik niets meer aan webdevelopment deed, terwijl programmering hier een belangrijke rol in speelt. Daarom dacht ik dat het cool zou zijn als ik de boeken van John Duckett in de tutorials van Your Academy zou verwerken. Mijn plan gaat als volgt. Ik ga een nieuwe serie beginnen over webdevelopment, maar dit ga ik doen in de volgorde zoals het gaat in de boeken van John Duckett. Er zijn 2 boeken, 1 over HTML en CSS en 1 over JS en jQuery. We zullen dus automatisch al gaan beginnen bij HTML en CSS, want dit moet je weten voordat je aan de slag gaat met JavaScript en jQuery. Wat ook fijn is, is dat er in de boeken over JS en jQuery ook veel staat over object-oriented coderen, wat misschien wel het belangrijkste is voor het coderen in het algemeen. Dit betekent dus dat je geen ervaring hoeft te hebben met programmeren als je begint met deze tutorialserie. Ik heb erg veel zin in deze serie en ik hoop jullie ook. Vergeet niet te liken en tot de volgende keer.